het vet was. We zouden feiten, hoef ik jou niet meer te zeggen. De eerste, de beste. Meer uitleggen, als jij van hiphop weet, dan weet ik wat je weet. En ken je de OP niet, nou dan weet je geen reet, knul. We hebben alles nou als kans gekregen. Varieer op van respect tot aan een glazen regen. We proppen ze proppen, maar we blijven doorknoppen. Met de Nederlands hoppen, tot die TV weer verdokken. We slaagden met gratie, als zeer beruchte fuckers. En zien een nieuwe generatie slimme vruchtenplukkers. En is de school dat jij nu carrière maakt. Als jij weet bij wie de schijt de ventilator raakt. Duimpen, had de schijt de ventilator raakt. Duimpen, had de schijt de ventilator raakt. Duimpen, had de schijt de ventilator raakt. En ben ik het ding voor de nares, man. Ik check die nieuwe rappers, met die niet al gekreuzel. Met R&B slaat de tempo nog zo wat geneuzel. Klonders dienen tricks, want zij verdienen dik. Maar al die nieuwe shit heeft geen adrenaline kick. Die breekt hier al die derde echte rofferschijn. Die urban boeren, ik moet zeggen dat je spijt. Dat niemand hier de kraal zo berokken als wij. We breiden ons aan en we fokken erbij. Wat jij? Je kan niet fokken met een legende. We dumpen je benden en maken ellende. We stoppen jodium, want we scheuren je huid. Want op het podium, dat breekt de pleuren zijn. Dus Bert, je gaat weer te keer. De podia breken en de tent gaat neer. En het is cool dat jij een lauwe live show maakt. Als jij weet bij wie de schijt de ventilator raakt. Duur een nieuwe pak te staan. Van de rammen en buiken, ze duwen en trekken. Schrammen en duiken en vele ruwe plekken. We rippen alle tenten in de winter en de lente. En werken het hardste voor de mindere centen. Inventief van onze tijd vooruit. Dus creatief wat onze scheid geuit. De bekendere stevige, niet een trend zonder hevige band die je kent. Van levendige kickgevende rapshows. De nepshows van nepro's. Stroom als vetso's en dek als crackhoes. Fuck that! We kicken hetere shit. Voor de betere kick. Niemand is vreder dan dit. En in de school denk jij de slappe plaatjes maakt. Als jij weet bij wie de scheid de ventilator raakt. Duimpen! Had de scheid de ventilator raakt. Duimpen! Had de scheid de ventilator raakt. Duimpen! Had de scheid de ventilator raakt. Ik stap zo liever plat en weer te trappen in die grappen van die slappe vertelsels. Die woorden spelsels, verduizenden jaren aan mijn boeken met stelsels. Geloof jou maar dat je geloven wil, maar ik geloof dat niemand stikken in een oven wil. Of een gaskamer of met een mes op de keel. Nee, de meerderheid bevelen en dat is best wel veel. Het kan nuttig zijn om kinderen religie te leren, maar leer ze dan niet liegen bij het interpreteren. Leer ze wat hard is, maar leer het ze niet aan. Leer ze wat geloof is, maar smeer het ze niet aan. Nederland, tolerant, niks in de hand. Naar die tijd is geweest, ze zit bloed in de krant. Ik zie intimidatie door terreur en moord. Met deze harde zal het vrije woord worden gehoord. Verdeling en religies wordt altijd haat en woede. En haat en woede oorlog en oorlog armoede. Het arme volk wordt dan uit gebruik en gebruikt. Maar door de fanatiek en de religie daar zie je de cyclus. Of zie je het niet, als je het niet ziet, voorspel ik diep verdriet. Ik zeg het u simpel in een enkele zin. Maar toch trapt de mens hier al millennia in. Zie je de cyclus. Zie je de cyclus. Zijn, maar wat maakt ons wij en wat maakt zij? Alles zegt dit en God vertelt dat. Maar in de vaart is iedereen geweld zat. Dus wat gaan we doen voor veiligheid? We gaan de aanpakken zonder zijn heiligheid. Wat dacht je van deze? Geen paniek! Want allemaal van mijn mannen speelt dramatiek. En dan is ik wat gekken en geloven pesten. Ons best thuis best daar doos de beste. Want je loopt te zwitsen, maar je luistert niet. Geweld in naam van God, dat doet een juist verdriet. Dus wil je eens trend zijn, doe dat even vrede. En die weet kan je ook nog in je hemeltje trainen. Dus hoor je te weten voor je aan. Dat verslapt in je dood, nog een lobby in de cyclus snap. Verdeling en religies wordt altijd haat en woede. En haat en woede oorlog en oorlog armoede. Het aangevolg wordt dan uit gebruik en gebruik. Waardoor de fanatiek in de religie daar zie je de cyclus.
zeker weet. Door een heilige woord en wel mensen vermoord. Dat de interpretatie heeft ons ook gestoord. Nee, ik ben het gewogen, dat zeg ik beslist. Maar wat hebben we dan een goddeloze extremist? Ik zoek op problemen en geef ik open ruzie. We staan in het extreme voor een open discussie. Dus roep aan je mening en knoppen niet op. En wees kritisch op de kennis die je klopt in je kop. Het wordt tijd voor een gezonde revolutie. Ik geloof op geen geloof op onze evolutie. Ja, ik weet dat het utopisch klinkt. Maar de storm is dat het zo logisch klinkt. Ja, de mensen zijn leer, ze ziet van alles verkeerd. Dus geen schoppische leerling en een simpele sleer. Vertellingen en religies, wordt altijd haat en woede. En haat en woede oorlog, en oorlog armoede. Het arme volk wordt dan uitgebreid gebruikt. Waardoor een fanatiek in de religie duikt. Zie je de cyclus, of zie je het niet? Als je het niet ziet, spel ik diep verdriet. Ik zeg het niet zin, al in een enkele zin. Maar toch dat de missie dan millennia is. Zie je de cyclus.